Waarschuwing. Het betreden van verlaten vervallen gebouwen is gevaarlijk en niet verstandig. Doe dit zelf niet na. In deze video zitten beelden die voor sommigen als eng of schokkend kunnen worden ervaren. Kijk op eigen risico. Bro, wat is dit? Hey, wat doe je? Bro, wil je even uitleggen wat is dat? Weet dat die geesten, als dit aan rood gaat, betekent dat geesten zijn. Hey, wacht. Hey, boys. Ik hoor iets. Kijk dat, 2000. Hey, boys, staat hier nou niet zo? Daar is hij. Hoeveel maanden is het al geleden? 3 maanden. 3 maanden geleden? Damn cool, dat is lang boys, ik heb jullie gemist man. 3 maanden lang niet geüpload. En dat heb ik niet gedaan omdat ik het zelf wou. Mijn kanaal had 2 YouTube strikes en werd bijna verwijderd. Bij de 3e YouTube strike is je YouTube kanaal kwijt. Zie je die niet meer terug. Maar gelukkig is het gefixt en geregeld en gaan we weer knallen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan naar een verlaten ziekenhuis vanavond in Duitsland. Verlaten ziekenhuis. Dat is een nieuwe ghetto vlak. En ik heb misschien 3 maanden niet geüpload, maar ik ben nog steeds de best Fortnite speler van Nederland en België. Kijk maar. Wat 200 edit speed man, je kan niet editen. Hoeveel quad edits waren dat? Neefje, hoeveel quad edits waren dat? Maakt niet uit, hoeveel kan Paradoes er? Kan hij, broer, die man kan niet eens 1 quad edit. Jori Storm, hoeveel kan jij er, pa? Nog steeds de beste en de snelste. En hoe komt dat? Code moeder in de Fortnite items op. Gebruik code moeder in de Fortnite items op 200 edits, Pieter Rechthand, Abel Bak. Kijk deze clip, kijk deze clip. Wil je ook zo spelen en beter worden in Fortnite, dan weet je wat je moet doen. Oh ja, en volg me op Snapchat, kwijt63. Want dan ga ik ook dagelijks op Snapchat als je mijn leven wilt volgen. Ik heb jullie gemist, pa. We gaan weer die mannen kwijsturen, nou. We gaan vandaag gek doen, man. Dit wordt een gek vlog, ghetto vlog. Ga ervoor zitten, liggen, vliegen, want we gaan knallen, man. Vandaag zijn we bij HP Cars. En HP Cars doet reparatie, inkoop, verkoop, schadeherstel, keuring. Jij doet ook takelen, Ibo? Yes. Takelen is mijn broeder Ibolito, die hebben jullie vaker in de vlog gezien. Kijk broer, kijk. Ik ga je laten zien, pak, kom. CLS 63 AMG. Is kapot. Broer, vertel me alsjeblieft even wat er aan de hand is met mijn waggie. Hij heeft te veel pk's. Ja. Deze auto heeft 1000 torque. Dus de achterassen, elke keer als je spin, elke keer als je drift, elke keer als je gek doet, gaat er een as kapot. Waar is die kapotte as? Laat even zien. Damn cool. Dames en heren. Damn cool, die is gewoon door die pk's eraf gebroken, pa. Door die achterwiel aandrijving. Echte kenners weten dat het de tweede is. Wat draait even om? Dit is mijn broeder, dus als jullie waggies nodig hebben of reparatie, kom alsjeblieft naar hem. Hij is mijn schatje. Kijk, hier is een telefoonnummer. Film even een telefoonnummer. Bel hem. De echte kennis. Die naar King of Mighty kijken. Weten dat dit de tweede is. Eerst is rechts kapot gegaan. Die heeft hij zelf kapot gereden. Driftend. Vertel eens wat je zei toen we die linker kochten. Wij zijn 2 van die assen gaan halen. Eigenlijk was er 1 kapot. Ja. Hij heeft helemaal gek gedaan. Hij heeft die auto helemaal uitgelucht. Gedrift. Snap je alles wat je kan bedenken? Hoe een AMG moet gereden worden? Of nee? Ja, je moet trappen gas. Je moet een kwijtstuur pakken. Daarom. Dus wij gaan helemaal naar Deventer, was dat of wat? Ja. Vind je een sloperij helemaal aan de andere kant, 200 kilometer gereden. Dus ik zeg tegen hem, luister broer, pak ik die tweede ook mee. Hij zegt waarom? Ik zag die linker rijden waarschijnlijk kapot. En dat is gebeurd. Jij hebt die linker kapot gereden. Yes. En nu zijn we bezig om die weer erin te zetten. Maar broer, deze gaat ook kapot. Die assen kunnen die power niet handelen, neef. Ja broer. Deze auto heeft 600 pk en 1000 torque. Die ding gaat, we hebben het al 2 kapot gemaakt. 600 plus pk. Deze gaat ook kapot. Ik denk dat we titanium erin moeten zetten, man. Zet even in de comments. Bestaan die dingen maar van titanium of zo, die gewoon niet kapot gaan, man? Nee. Want dat is de volgende stap. We moeten vandaag nog gaan driften. Ja, is veel. Als die weer kapot is, komt hij weer. We moeten naar Duitsland. We gaan verlaten ziekenhuis. Gaat snel weg, 320. Weet je wat ik heb? Ik heb zo'n flashlight gekocht voor op de camera. Kijk, dit was zo zag het eruit toen we het gingen testen. Test. Ja, neef, deze batterij is beter, hè?
Wat zijn die mannen dan? We gaan die mannen kwijturen. No. Kijk, dames en heren, dit is de CLS 63 motorblok. Kijk, wat begin hiermee? Dit is een echte AMG. Dit is een echte AMG. Geen 4 liter. Dit is een echte. Dit is een V8 biturbo 5,5 liter kwijt nog. Niet te vergeten, dit is een Performante. Dus bij de Performante is de kap carbon. Is carbon. Ja. En daarom zijn deze 557 standaard. 557 pk standaard. En die geen Performante zijn 525. En je hebt zo'n carbon, hoe noem je dat? Spoiler van achter. Spoiler net. Dat is wel mooi. Jullie hebben de Wagyu al gezien, maar jullie hebben hem lang niet gezien. Jullie hebben hem lang niet gezien. Jullie hebben hem voor mij 4, 5 maanden of zo niet gezien, weet ik wel. Doe me pijn om zo te zien. Ja, maar dan moet je hem loslaten. Als hij valt, dan valt hij, bro. Dan nee, weten we dat. Dan pak, nee, dan gaat hij niet kapot. Ik kan hem nog oppakken. Okay, kijk, waarom is het weg? Ah, oké, okay. Kan de camera 600 pk aan? Wacht. Zal ik gas geven? Ja, ga door gaan. Deze camera is stabiel. Hij is stabiel! Ik zit heel oncomfortabel. Nee, we gaan achter die jouw ding, Essa. Je kan nog komen, ik. Doe die ding goed. Heb je Garros meegepakt? Ja, lekker. Hoe heet nou neef ten eerste? Broer, gefeliciteerd. Ja, man, gefeliciteerd. Ja, ik, broer, ik weet, ik was echt blij voor jou. Jij woont al zo lang een CLS. Ik wil juist een foto van Snapchat maken. Geef gas, broeder. Aha. Nieuwe aanwinst. Gefeest met je auto, man. Dankjewel, broer. Gefeest met je nieuwe auto. Ja. Deze is kwijt, deze is gevonden. Welk kent ik ga hierop doen? Gevonden. Gevonden, juist. Gevonden. Kwijt, gevonden. Ja. CLS 63. En jij bedankt. Dankjewel. Was stevige onderhandeling. Ja, man, stevig pittig. Twee CLS. We zijn er. Kwijt. Hoe ga je deze noemen? Hoe ga je deze noemen? Deze is gevonden. Film die toren nog. Oh, ja. Die toren film nog, broer. Broer, we zijn even aan het tanken. Die AMG drinkt too much benzine. Too much benzine, of niet, Axel? Ja, man. Kijk, ik laat deze dress ook zien, kijk. Oh ja, ben je op camera, ja of nee? Anders doe ik jou niet erin. Ja? Pak een BS. Dat is goed. We gaan naar verlaten... Hoe laat is het eigenlijk nu? 8:09, hè? Ja. Broer, kijk hoe laat het is. Zie je dat? We gaan nu naar verlaten. We gaan naar Luik, man. We gaan naar Luik in België. We gaan helemaal daarin rijden. We gaan naar een verlaten ziekenhuis of verlaten gebouw. Ik weet niet wat het is, broer. Straks zie ik daar junkies gaan we vechten. Als ik daar junkies zie en ze chic, ik vecht gewoon met hun, hè. Ze moeten die naald uit mijn buurt halen, neef. Gaat hij gek doen. Hé, hey, dit is wel gevaarlijk zetten zo met die camera, hè. Hey. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ik heb die geregeld, hè, met die flashlight en die autohod. We gaan dadelijk gek doen. We gaan gek doen. We gaan... Hé, hey, luister, blijf goed bij mij in de buurt, hè. Sowieso. Het is donker, je ziet niks. Broer, schreeuw gewoon mijn naam of zo. Ja. Als je ergens een beetje verdwaald bent. En kijk even waar je stapt, hè. Ja, man. Ja, ja, ik pak even jack af. Onstabiel. Hé, hey, volgende week gaan we uitlaat zetten bij ABC. Luister, bij ABC klepsysteem en we gaan vloggen. En deze man heeft ook CLS gekocht, precies dezelfde auto als deze. Dus we gaan nu gekke video's maken. Ja, twee, man, we gaan twee CLS. Mijn heeft downpipe. Jouw heeft downpipe. Ja, ik moet mijn uitlaat ook volgende week regelen. Ja, ja, broer. Ik ga die uitlaat ga ik goed zetten. Ik ga gek doen. Wai, yo! Wai, yo! Ik ga even gek maken, die AMG laat door. Drempel. Hij staat voor... Oei, ik dacht dat ik daar iets blauw zag, man. Is je blauwe licht of zo? Zou je weggooien? Zou je losgooien? Nee, man. Broer, ze zien mijn kentekens kwijt. Ze weten waar ik ben, waar ik woon, alles. Ja. Kijk. Ibaas. Is geen ambulance. Oh, joh, beter. Ik zei het toch? Ik zag net wat. Broer, drie keer O of één keer O? Eén keer gewoon. Eén keer clean. Ibo 63. Tunnel sessie met CLS 63. Tunnel sessie, Safe. Afremmen, wat een traject. Oké, we zijn er. En wat zei jij over deze plek? Vertel luister, even. Broer, deze plaats is echt niet veilig. 1 is 2 is eng. En 3 is... Luister, ik ben hier geweest, hè. Ten eerste, wij zijn ik ben hier geweest, en ten tweede maat, die hek zag er al koud hoe eng uit. Broer, ik ben hier geweest, hier is eng, gevaarlijk. En broer, laatste keer, wij waren hier met 11 man. We hadden 1 ding geslagen in een... Junkie. En opeens waren er 65 gekomen.
Hey, maar je moet opletten met die spuiten en zo, hè. Als ze een bloed hebben. Ja, naalden, 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 broer, hou af. We moeten opletten. Luister, dames en heren, we moeten opletten. Want dit is. Ja, broer, blijf echt bij elkaar. Hou met elkaar vast zo. En luister, daar is een gemolde trap. Die is ingestort. Ja, niet oplopen. Nee. Luister, die is heel aantrekkelijk om op te lopen, maar niet doen. Maar ik laat jullie daar zien. Ik ben hier elke gebouw geweest. Ik ga jullie op de dak brengen. Hé, broer, weet je wat net is gebeurd? Maar ik vond fijn om te filmen toch? Wij rijden gewoon. Man is gewoon tegen stoplicht aangeknald, neef. Hij zit zo in die auto. Wij stappen uit midden op weg, broer. Man was kwijt. Hij was even in het lobbyland. Bo, waar ben jij? Ik ben hier, broer. Hey, wat treurig. Was hier goed? We zijn nog. Cameraman, even thuis. Voilà, deze ingang hier. Deze ingang hier is al eng, man, broer. Hola, deze. Kom, tunnelshot, broer. Kom, tunnelshot. Blijf hier staan. Sta zo. Oké, kom. Boys, deze ingang hier is zo eng, man, broer. Bro, kom, luister, we gaan hier rechtdoor. Hier links heb je het eerste gebouwtje, we gaan daar binnen. Wat is hier? Dit is naar boven toe, naar die parkje. Hey boys, hou jullie pitten gereed, hè. Ik heb dat niet nodig, man. Hey, wat, boys? Is bezuinig. Hè? Wie is dit, Arab? A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Boys, kijk dit. Cameraman never dies. Oh, jullie maken het. Schoot voor een meter, man. Heren, ik heb eigenlijk een vraag voor jullie. Is er eigenlijk een geschiedenis van deze plek ofzo? Of, Ja, dit is een tuberculose ziekenhuis. Ja? Yeah. Mag ik jou filmen? Heb ik toestemming? Of, Ja, we hebben al de film. Oké, ja. Dus. Hij neemt mij vrij. Weet hij meer? Ja, ik heb hem pas vandaag hem achter leren kennen. Oh. En hij neemt me gewoon mee hier naar liedje toe, naar dit. En we zijn vaker hier was geweest. Gewoon alleen maar dat lid daar laten zien, weet je wel. Ja. Dat is ook met de plek. Dus ik wist ik begon niet waar ik uitkwam. Maar blijkbaar is het een tuberculose ziekenhuis, de Tweede Wereldoorlog of zoiets. Maar hij weet daar veel meer van, ja. Is er een bepaald geschiedenis van deze plek dat hier een paar dingen zijn gebeurd of zo? Of, nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hier iemand woont in een tent. Ja. Maar dan moeten we die kamer even zoeken. En er woont hier Anus en Filip. En een junk. Ik heb hier bij een van die ramen heb ik toen een spuit, een lepel, ammoniak en een aansteker gevonden. Oei. En heel veel kleren ook op de grond. Maar zijn er bepaalde paranormale dingen hier gebeurd? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, man. Ik hoop van wel, want daarvoor zijn we hier toch? Ja, tuurlijk. Wat is dit? Arna. Kijk eens dit. Illuminatie en zo. Boys, tunnel, kom, tunnel. Dat is illuminatie die hier zijn. Ja, man. Dat moet toch wel? Je hebt die tunnels, ik heb op YouTube gezien. Waar? Goed inspecteren, denk ik. Tunnels? Wij zijn de laatste keer toen ik hierheen kwam, hadden wij een paar uur een beetje ruzie met zwervers, junkies en dergelijke, snap je? We moeten paraat staan, best klaar, bab! We moeten die mannen... Ga toe! Kijk, broer, je weet toch hoe ik Joris hem kwijt heb gestuurd? We moeten dat met die man doen. Voetbal. Ik ben als een vriend voor je, baas. Boys, op ja? Een beetje naar rechts toe. Is goed. Hij is onze. Hij is onze gids. Dus we volgen hem gewoon. Kijk daar. Wat dan nog een gebouw? Maat, let op. Een beetje naar achteren. Buik. Let op, man. Dadelijk gebeurt er iets. Dadelijk gebeurt er iets. Straks val je. Komt goed, jongen. Ja, maat. Living on the edge, hè? Ja, let op. Daar. Komt naar beneden. Hierzo, in deze kamer woont dus blijkbaar mensen. Kom. Kijk wat er allemaal ligt. Kijk uit dat je een spuit bent of zo. Ja, broer. Kijk. Niks aanraken. Laat ze kijken. Gewoon schoon. Check deze. Op de bijhoofd? Ja, man. Ze hebben gewoon een vuurtje gemaakt hier. Oh, dat is een kaarsje te zijn. Boeddhisme. Bro, dat is geen bijbel, hoor. Ja, dat is gewoon iets anders, man, broer. Het is het. Het is het, broer. Nog een kaasje. Dat is in ieder geval niet de Bijbel. Dat kan ik wel zeggen. Hey, Bertje, herinner me, hoe is de Bijbel? Wat is het? Hey, wat doe je?
ging. Hoe is dat? Hey, geestapparaat. Is dat een geestapparaat? Jij bent die YouTuber. Ja bro, dat werd ik. Was goed. Hey, ghostapparatuur en zo. Ja, oh, je laat me gewoon hangen, pa. Zijn de Ghost Hunters boys? Bro, hey, wil je even uitleggen, wat is dat? Weet dat die geesten, als dit aan rood gaat, betekent dat geesten zijn. Leg uit, leg uit. Ja, is dat zo? Ja man, als iets dichtbij je komt, dan slaat hij juist zo, hoe dichtbij je, hoe meer lampjes hij. En is hij er eigenlijk al afgegaan of nog niet? Ja, we zijn hier wel in de avond flink al bezig geweest. We hebben wel wat dingen kunnen vastleggen. Zijn jullie pas net of al lang? Ja, al een paar uur. Een paar uur, en wat doen jullie dan? Precies gewoon op zoek naar geesten? Ja man. En vangen jullie die? En vangen jullie die, pa? Ja, gewoon. Bro, allemaal vliegen hier man. Ja bro. Het is een spirit box man. Wat doet dat precies? Kan je praten met hen of hoor je dan? Ja? Ja. Broer, als ik iemand zie. Oh, schaduw van die blaadje. Als ik iemand zie pompen gewoon. Oké, gaan we naar rechts of links, boys? We kunnen ook rechtdoor naar rechts of naar links? Naar rechts. Links is engste. Links is engste. Nee, dat is geen pad. Dat is wel een pad. En dit ook. Ik zeg je eerlijk, bro. Rechts ziet wel enger uit. Pak er rechts. Ja, rechts ook iets. Kom. Hey, boys, dit is het enige gebouw met die twee trappen omhoog. Ja. Way, yo. Oh nou, kijk wat erop. Ik zie Satan. Ja, maar dat is. Ik wil niets. Zet de boys boven. Ik wil niets. Yo, kom! Kijk of zo, bro, zit of zo, loop door. Wat dat was een junkie, hè? Junkie of zo, bro. Hey, maar boys, hoe lang zit daar niet? Hey, broer. Als de camera maar zien. Ja, bro. Hey, wacht hier. Wat de is dat, bro? Kom, we gaan staan. Gaat het? Hè? Ja. Zo. Ik zeg eerlijk, boys, einde vlog. Ik kan niet. Ik kan dat ook laten zien, broer. Je hebt een kouder het geval, hè? Gaat het? Ja. Ik weet niet wat ik daar zag, broer, maar ik wil. Broer, sta dit volgen, alsjeblieft.